Supporters van Den Bosch kritisch naar de ploeg toe, met name naar Jan Poortvliet. Laatste staan ze nu op bezoek bij AGOVV, dat 11e staat en eigenlijk gewoon goed presteert. Maar Den Bosch komt met een antwoord voor die supporters. Dit is na 12 minuten spelen Tom van Weert met de 0-1. En dat heeft AGOVV dan weer. Dan spelen ze tegen Den Bosch, is Den Bosch net getergd en heel gebrand erop om eerherstel te krijgen. En dat lijkt ook te lukken in de eerste helft. 6 minuten na de 0-1 is het 0-2. Ralf Seuntjes schuift hem achter Nick Hengelman. Zij zijn blij, de meegereisde Bossen supporters. Want wat een ruststand. Van Brakel, drijvende kracht op het middenveld. Komt hier de 0-3? Jawel, het is weer Tom van Weert. AGOVV had wel kansen, mogelijkheden, maar FC Den Bosch ronde de kansen en de mogelijkheden beter af. En hier Kroes Vicente, die invaller Boldewijn naar de grond werkt. Davy Otto, de scheidsrechter, zegt rood plus penalty. En dan wordt het wel heel somber voor AGOVV op Sportpark Berg en Bos. Want wie anders dan Tom van Weert verzilvert deze buitenkans. Het is dan 0-4. Zij zijn weer helemaal blij met hun club en Bejois, dat is een keeper. En je ziet het niet vaak dat keepers met een assist komen. Maar hier deze bal op vlug, die telt als assist. Curieuze, mooie goal. De uittrap van Bejois, de controle en de afronding dan bij vlug. Maar wat een antwoord van FC Den Bosch op het rumoer rondom de club van de supporters. Het antwoord van de spelers aan de supporters, maar ook het blijk van waardering aan trainer Jan Poortvliet. Die zal hier heel tevreden mee zijn met die 5-0 overwinning in Apeldoorn.